wat er gebeurde in de vorige aflevering. Dus een lijn hout van 3 dik, van 3 bij 1, 2, 3, 4, 5, van 3 bij 5 op de grond. En op de middelste doe je nog 1 dikke rij, weet je, erbovenop. Snap je wat ik bedoel? Nee! Hoezo niet? Gewoon een typisch bouwdetail. Ja, ik snap wat je bedoelt met die rails er zo overheen. Dat snap ik. Alleen, ik snap niet wat je bedoelt met hoe moet die houtstapel? Yep, zeg maar, oké. De houtstapel moet kijken hoe jij denkt dat hij moet kijken als je gewoon loks een lange stapels hout op de grond hebt liggen. Weet je waar die rails dan overheen gaan? Dat lichtbruine moet niet op de bovenkant zitten, maar aan de links en rechts, zeg maar. Aan de kant van de ingang en de uitgang. Waar we naar binnen gaan en waar we eruit moeten. Okay, maar waar begint dan die houtstapel? Tegen de rails ook aan? Ja, eentje aan hij steekt aan beide kanten eentje uit bij de rails, weet je? Ja, oké, dat heb ik dan nu. En dan is hij 5 lang, klopt dat eentje? Ja. Dan maak je hem 3 dik, precies hetzelfde, maak je hem. 3 naast elkaar en dan bovenop nog eentje in het midden, weet je? Waardoor je een soort... Ja, maar dan heb ik niet genoeg. Hoeveel heb je? Oh jawel, ik heb wel genoeg. Ja, sorry. Even kijken hoe ik dat moet doen, hoor. Ik haat dit echt, jongens. Dit is altijd zo vreselijk. Nou, het gaat hartstikke goed. Ja, dat klopt. Oké, gelukt. Daar moet die rails helemaal overheen? Ja, en dan moet hij, als het goed is, komt hij dan weer op de rode wol aan de andere kant weer neer, toch? Ja. Oké, dan ga je aan de andere kant staan. Dus niet waar we net stonden, maar waar die nu weer op het rode wol eindigt. Weet je, die rails. Ja. Kan je tussen die 2 rails instaan tegen het hout aan. Klopt dat? Ja. Oké, dan sta je op een rood blokje. Ja. Dan loop je 1 blokje van het hout af. Dan sta je gewoon een beetje schuin tegenover allebei die rails. Klopt dat? Ja. Dan nog 1 blokje dezelfde kant op. Dan sta je weer op rood. Daarop plaats je witte wol. Ja. Daarop plaats je magenta wol. Ja. Daarop weer wit. Ja. Daarop weer magenta. Ja. En daarop een kwartster. En hij kijkt met de grote platte kant, dus niet de halve afgehakte kant, kijkt hij naar de ingang. Oftewel, als je een trappetje op zou lopen, zou je richting de ingang een trappetje omhoog lopen, snap je? Dan tegen die platte kant plaats je een witte wol aan. Ja. Dan plaats je gespiegeld van hoe je net die kwartster plaats je nu de ster, plaats je aan de andere kant, waardoor die weer naar beneden gaat, weet je? Ja. En daaronder plaats je weer een magenta wol. Dan heb je een suiker of zo'n zuurstok. Snap je? Ja, wacht even hoor. Dan moet ik hem denk ik zo... wacht even hoor. Dan moet hij met de platte kant naar onder wijzen, toch? Ja, naar de platte kant naar onder. Dus dan heb je zeg maar een zuurstok. Ja, ik heb hem. En daaronder een magenta weer. Ja, Oké, dan kijk, als het goed is, als je nu bij de open haard staat, kijk je naar de zuurstok en dan de stok zelf staat aan de linkerkant en aan de rechterkant staat het puntje als het ware, weet je? Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, prima. Dan gaan we onder de zuurstok staan, onder dat magenta blokje. Ja. Als je dan 1 stap van de open haard wegzet, sta je nog steeds op rode wol. Snap je wat ik bedoel? Dus 1 stap, niet richting de open haard, maar van de open haard weg. Ja, dus richting die schommel. Richting die schommel, inderdaad. Dan sta je op een rood blokje. 1 blokje naar rechts. In dit geval voor jou, omdat het spiegelbeeld is... nee, dat zou ook wel rechts moeten zijn. Nee, jou naar links. Dus bij jou naar links. Richting die houtstapel. Houtstapel? Ik sta eronder, ja. Ja? Onder het magenta ding. En dan ga ik welke kant op? 1 van de open haard weg. Dus 1 richting de schommel ga je nu. Ja, ja, oké. Okay. En dan en naar dan rechts? Eentje naar de ingang toe. Dus jouw links, volgens mij. Ja, nee, dat is rechts. Nee, niet naar de uitgang. Hè. Ik heb het over de ingang, waar we binnenkwamen. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja? Dat is voor jou links, toch? Nee, dat is rechts. Huh? Ik loop onder het magenta blokje, kijk ik naar de schommel, ga ik 1 naar voren. En dan eentje naar de uitgang, dat is naar rechts. Nee, naar de ingang zeg ik. Daarom is het toch naar links. Naar de ingang, nee, dat is naar rechts. Oké, prima. Nee, ik heb het wel goed. Oké, dan daar plaats je een ster als een soort bankje. En dan met de afgehakte kant richting de open haard. Dus de platte kant richting de schommel, snap je? Ja, oké. Dan eentje tegenaan richting het witte blokje, het witte carpet aan die kant, snap je? Dus dan gaat hij nog naar verder. De signs en tegenaan. Daar de signs tegenaan aan de zijkanten. Ja. Oké, dan heb je als het goed is nog 2 lanterns en 2 walls. Ja, klopt. Oké, dan zitten we op het bankje. Zitten we op de meest verre kant richting het witte blokje. Je hebt 2 sters, dan zit je op de verste, weet je? Mm-hmm. Dichtst bij de uitgang. Dan ga je op het wolblokje, of op het rode wolblokje staan wat eronder zit. Ja. Of basically bij het voeteind, weet je? Ja, ja. Dan nog eentje richting de open haard ga je lopen. Ja. Dan weer eentje naar dit wolblokje links van je. Ja. Of in dit geval. En daar plaats je, op dat blokje plaats je de wal. En daarop plaats je de lantern. Ja, staat. Oké, dan gaan we helemaal naar een andere hoek toe. Als je deze hoek hebt, als je mijn nametag ziet. Hier, dit is de dichtstbijzijnde bij jou nu. Als je die andere dan pakt, dat je de dichtstbijzijnde bij de schommel aan deze kant. Ja, in de hoek dan, helemaal? Ja, in de hoek. Helemaal op, niet in de hoek plaatsen, maar sta je op het witte blokje. Ja. Dan ga je diagonaal eentje naar binnen.
Ja. Dan ga je diagonaal nog eentje naar binnen en daarop plaats je die andere twee. Oh, we hebben gehaald. Wat ben ik hier blij mee. Oh, oh nee. Jump boost. Nee! Nog één! Nee! Oh, wat was ik blij dat we hem hebben gehaald. Maar oh. dit wordt een makkelijker. Dit is niet zo moeilijk. Oh, wat stom. Nee, dat is makkelijk. Nee, dit is stom. Maar moet ik een spiegelbeeld denken? Het is heel stom. Ja, hoe ik het deed moet je werken. Ja. Kijk, mijn open haard zit nu. Ik sta nu op mijn open haard. Dat is tegen jouw muur aan, weet je? Oh, mijn open haard. Dus daarom zeg maar op die manier moet je denken. Ja, oké. Okay. Dan gaan we helemaal naar de open haard. Ja? En op het roze of witte blokje? Doe maar het roze gewoon. Maakt niet uit. Dan kijk ik naar de kerstman. Als ik nu, en dan kijk je inderdaad naar de kerstman. En dan het eerste blokje rood. Daar plaats je een ster met de platte kant naar de open haard. Oké, okay, dus... Wordt ook een bankje. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk ter hoogte van die bars staan twee stairs met daar de armleden. Ja, oké. Okay. Ja, die hebben we. Ja, als je dan een stapje naar achter doet, dan... vanaf welk blok? Ja, gewoon je kijkt naar het bankje. Ja, maar vanaf welk blok? Als in het zijn er twee. Dat is een twee dik iets. Ja, dan, ja gewoon, nee, gewoon één stapje naar... Het maakt niet uit. Als je met je gezicht naar de open haard staat, dus dan kijk je ook naar het bankje, dan helemaal in de linkerhoek op het rode blokje, zeg maar... Ja? Een witte concrete met een lantern erop. Witte concrete met lantern erop, gedaan. En dan ga je ook helemaal naar de andere kant, precies op dezelfde rij, ook een witte concrete met een lantern erop. Dus helemaal in het hoekje zit dat gepropt? Ja, allebei op de, helemaal in de hoekjes. Ja, done. Oké, dan zijn nu... Oké, dan is nu het makkelijke voorbij. Nee! Dan gaan we, ga je op het bankje staan, met je gezicht. Ja. Naar de kerstman. Oké, maar op het blokje van de kerstman of de sneeuwpop? Ja, maakt niet uit. Dan sta ik nu op het bankje. Ja. Dan ga je nu op het blokje wol daarvoor staan. Rood, ja. Ja. En dan nog eentje naar voren. Nog eentje. Nog eentje. Nog eentje. En nog eentje. En nog eentje. Daar sta ik nu op. Ja. Dan ga je één blokje naar de kant waar we net doorheen zijn gelopen. Ja, de ingang was dat. Okay. Ja, precies. Dan plaats je daar een oak lock. Gewoon rechtop. Ja. Oké. Dan ga je weer terug op het blokje staan waar je net eerst stond, die rode. Ja, sta ik tegen de lock aan. Ja, precies. Nog steeds ter hoogte van de kerstman. Ja, precies. Dan ga je ter hoogte staan van de sneeuwpop. Ga ik één blokje opzij, ja. En nog eentje opzij, van, naast de sneeuwpop. En daar plaats je ook een oak lock. Dus eigenlijk hebben we een soort van frame waar het bankje net tussen zou passen nu. Precies. Als we het bankje zouden schuiven. Ja, oké. Precies. Oké, dan ga je op dat blokje staan wat je net als laatste hebt geplaatst. Ja. Dan kijk je richting de schommel. Ja. En dan loop je 1, 2, 3 blokjes, 4 blokjes naar voren. Ja. En dan plaats je ook een oak lock op. Oké, dus er zit er één rood blokje nog tussen mij en, nu de, en dat witte blokje. Ja, precies. Okay, ja. En dan plaats je daar twee... je maakt er een vierkantje van, zeg maar. Dus dan prima. Dus, ja, ik heb een vierkantje. Oké, dan plaats je... Even kijken hoor, hoe hoog dat moet zijn. Jeetje. 1, 2, 3, 4 locks overal op. Dus het is 5 per... Het is 5 torens van 5 zijn het. Ja. Het zijn allemaal torens van 5 geworden. Ja, en daarop plaats je dan een ook, een cobblestone slab. Oké, vandaar dat ik jump boost heb. Ja. Oké, nu houdt het ook op. Dus dan hier, op elke plaats ik een slab. Ja. Oké. Het wordt een soort van dakje. Oké, prima. Dan ga je weer richting het bankje lopen. Moet ik op het bankje staan even anders? Dat hoeft niet. En dan plaats je tegen dat hout aan, op het derde blokje hoog. Plaats je een cobblestone ster met de platte kant gewoon... Allebei de pilaren. Ja. Op derde, 3 hoog, dus je kan, als je eronder staat, stoot je je hoofd. Ja, precies. Oké. Nou, dan maak je er eigenlijk een hele rij van en dan allebei de kanten steekt de cobblestone ster 1 uit. Helemaal rondom? Nee, gewoon helemaal breed, zeg maar. Hoe bedoel je? Gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Maar ik sta tegen de open... Ik kijk naar de open haard, hè, waar ik die blokjes tegenaan geplaatst heb. Nee. Oh, ze moeten aan de zijkant, niet aan de kant van het bankje, die stairs. Jawel. Maar dan kan hij toch niet 6... Oh, er steekt in allebei de kanten eentje uit. Zo, nu snap ik hem. Ja, gedaan. Ja, oké. Nou, dat doe je dan ook aan de kant van de schommel, om even gelijk te blijven. Ja. Oké. Ik snap nu wat je bedoelt, inderdaad. Ja, snap je? Ja. Oké. Dan ga je even op die stair staan. Die welke? Aan welke kant ben je nu? De kant van de ingang. Kant van de ingang.
Ja? Oh, wacht. Ik denk dat je het. Aan de kant van de open haard en dan sta ik op het hoekje van de kant van de ingang. Ja, oké. Maar je hebt nu de stairs geplaatst, neem ik aan. Aan de kant waar er twee ruimte over is, toch? Waar er twee ruimte over is? Ja, daartussenin, zeg maar. Daar helemaal beneden. Ja. Aan de kant van de open haard en de kant van de schommel. En er staan nu op die kant van de open haard, aan de kant van de ingang. Ja, nou ja, dan heb je, als je tussen die oak locks kijkt, heb je twee ruimte over, toch? Ja. Nou ja, daar plaats je twee oak stairs. Oké, okay, gewoon dat als een soort. Ja? Dat doe je ook aan de andere kant? Ja. Oké. Okay. Dan aan de linkerkant van dat oak lock plaats je ook weer een houten ster. Geen houten ster, een cobblestone ster. Oh, dus als het ware dat aan de buitenkant. Ja, laat aan de buitenkant, alle... ja. Ja, oké, okay, ik denk dat ik deze gewoon af zou kunnen maken, ja. Ik weet 100% hoe dit eindigt. Maar, oké, dan gaan we heel even naar de kopse kant van allebei dat gebouwwerk. Ja. Dan moet onder die tweede cobblestone ster die je net hebt geplaatst, dus die aan de buitenkant, plaats je een oak slab. Aan de onderkant? Aan de onderkant, ja. Dus zit die in het hoekje van de eerste en de tweede? Ja. Oké, dan aan alle kanten, denk ik. Ja, aan alle kanten. Ja. En dan heb je dus net die stairs aan de buitenkant ook geplaatst. Net een stapje terug. En daar plaats je dan aan de bovenkant van die stair plaats je ook weer een oak slab. Aan tegen die cobblestone stairs aan. Ja, tegen de platte kant, zeg maar. Aan de bovenkant van die stair. Oké, dus wacht. Mag ik gokken hoe ik hem af moet maken? Gewoon, als het fout is, dan is het fout, oké? Ja, dat mag. Ik ga het gewoon gokken. Ik ben heel benieuwd of ik dit kan gokken. Zo, en dan zo. En dan gok ik... Nou, daar moesten in ieder geval die dingen op. Dus dan zou je zeggen... Zo, dit zoals dit afmaken. Dan... Ah, nee, dat kan niet. Dan hou ik... Kom ik stairs tekort. Oh, nee, niet. Perfect. En dan gok ik zo. Zo en zo. Nee! Ik heb één ding... Wat heb ik verkeerd gedaan? Oh, nee, wacht. Ik heb nog twee slabs over. Ja, die moeten... In het midden. Nee. Ja, ik weet niet wat je nu hebt gedaan natuurlijk. Waar moeten die twee slabs die ik over heb? Die ook slabs, die moeten... Ja? Want hij even kijken, want dit is volgens mij een... Je hebt ook een cobblestone slabs geplaatst, neem ik aan, toch? Ja. Is het puntje, zeg maar. Ja, het... Is die ook eentje hoger? Ja. Oh, maar daaronder zit natuurlijk weer een houten slab. Ja, alleen aan de buitenkanten. Ja, ik snap hem. Ah, dan valt hij net op de grond. Dus zo... En dat betekent ook waarschijnlijk hier deze. Hè? Oké, wacht. Dan heb ik het zonder dat ik... Ja, je zou zeggen dat hij zo moet. Oh, en dan... Het randje is net zo hoog als deze. Natuurlijk. Ik hoop dat ik het goed doe, anders is het echt weer moeilijk om het uit te leggen. Waarom heb ik het fout? Waarom heb ik het fout gedaan? Nee, het is echt een puntje. Ja, nee, dit had je gewoon niet moeten doen. Oké, ik sloop weer wat ik gedaan heb. Ja, jeetje. Oké, prima. Ik heb nu... Moeilijker en langer van. Nee, oké. Leg maar verder uit. Oké, dus aan elke kopse kant staat een stair met een slab, een cobblestone stair, een oak slab. Daar op die oak slab staat weer een cobblestone stair. Oké, wacht. Aan de kopse kant heb ik nu vanaf onder cobblestone stair met daar tegenaan een slab. Ja. Met daarop weer een stair, met daar tegenaan een slab, met erop weer een stair. Ja. En dan daar weer, daartussenin doe weer een oak slab. Oak slab, aan de bovenkant. Ja. En dan daarop de cobblestone slab. Daar op de cobblestone slab? Ja, nou, dat doe je dus aan allebei de kanten. Oké. Ja. Ja, en nou, dan ga je op het dak staan. En dan doe je tussen die bovenste cobblestone slabs, doe je de oak slabs. Gewoon op hetzelfde niveau? Ja. Ja. Dus dat is allemaal op niveau, zeg maar, van die vier houten pilaren. Ja. En met die cobblestone slab erop. Ja. Nou ja, en dan vul je de rest in nog met oak slabs. Oak stairs? Bedoel ik, ja. Dat heb ik gedaan. Maar dat betekent dus dat die cobblestone slabs bovenop de houten balken, weet je? Mhm. Die zijn op dezelfde hoogte als het puntje van het dak. Ja. Wat heb ik daar fout gedaan? Wat heb je nog over? Helemaal niks. Ja, je hebt iets fout gedaan. Wat heb ik daar fout gedaan? Ik heb het gewoon goed gedaan. Er staan al die oak slabs gewoon goed aan de kopse kanten. Onder de stairs, zeg maar, overal. Overal staan slabs onder, dat ziet er heel lelijk uit. Ja, op zich wel, ja. En ja, het behalve is op de allereerste slab, hè? De allereerste stair. Ja, het buitenste randje, als het ware. Ja, daar zit... Wat? Zo wat? Buitenste randje? Ja, aan de zijkanten. Daar zit geen slab onder. Ja, alleen de eerste. Toch? Hè? Ja, volgens mij is het goed. Oké, als ik op het bankje sta, hoeveel blokken zitten er tussen dat en het huisje? 1, 2... Ja, 4 sta je er tussenin. Nee, er zitten toch 3 blokjes tussen? Ja, waar? Als je op het bankje staat, hoeveel rode blokjes zitten er tussen, als het ware? Bij de 4 sta je tussen de 2 houten pilaren in. Ja. Ja, oké, dan staan er wel op de goede locatie, staat hij. Hij staat eigenlijk... En die pilaren, die zijn de buitenkant van die open haard ook.
Ja. Ja, en, maar als je dan nog eentje naar links en naar rechts gaat, dan eindigen daar zeg maar weer die cobblestone stairs. Ja, oké, okay, maar en aan het buitenkant en bij de schommelkant zit maar één rood blokje tussen de rand en het huis. Klopt dat? Ja, alleen hij wordt wel overkoepeld door die stairs natuurlijk. Die stairs die vallen wel over het rode randje, toch? Niet over de... Nee, alleen over het rode randje. Ja, oké. Okay. En op de helemaal op de hoek staat een wit blok met de lantern. Ja. Niet met een rood iets ertussen, gewoon helemaal op het hoekje. Ja. Andere kant ook. Ja. En de stairs staan... De stairs kijken niet naar de open haard, toch? Nee. Je kijkt als je zo zit, ik zou je naar het huisje kijken. Ja. Wat doe ik fout dan? Ja, ik denk dat jij het dak fout hebt, maar ja. Ik snap het niet, Robin. Ik heb hier dat witte blok met de dinges erop, met een lantern. Dan diagonaal aan de overkant heb ik dat andere witte blok. Het huis staat en... Diagonaal? Nee, aan de kant van de open haard. Ik heb nooit gezegd diagonaal. Wat? Wat? Eén wit blok aan de kant van de open haard met een lantern erop. Ja? En aan de andere kant, ook aan de kant van de open haard, ook een oh! Met een ding. Oh my days. Dan heb ik dat als eten. Dat is hetgeen dat ik verkeerd heb begrepen. Ja! Hey. Ik wil weg hier. Ik wil nooit meer terug hier komen. Oh, hey. Hallo. Ah. Nog een level. Level 10. Oh, dit is... Are you ready for the final stage? Dat hebben ze ook niet vertaald. Nee. Het gaat over poker. Oh, dus we komen misschien de dingen weer tegen. Geen zorgen, je hoeft niet poker te kennen om dit te kunnen. We moeten 3 taken compleet halen. Elke taak is beschreven. Volg de regels en wees ready voor het grote toernooi. Ben je er klaar voor? Yes. Laten we gaan. De grote finale, Robin. Opdracht 1. En Birdshine en een poker ex. Oké, laat ik opdracht 1 voorlezen. Hallo, handelaar. Morgen is het grote pokertoernooi, dus we moeten klaar voor zijn. Je moet weten waar de spelers zullen zitten. Op de volgende pagina kun je enkele instructies lezen. Oh, nee. Doe jij de volgende pagina. Hè? Doe jij de volgende pagina maar. Oké. Huh? Hoe is dit gedaan? Huh? Ik heb geen tekstenpack aanstaan. Ik ook niet, maar komt-ie. Oké. Lahiri en Fulus zijn de bedenkers van dit evenement. Dus ze willen graag bij elkaar zitten. Worm zou tegenover Lahiri moeten zitten. Max is de chef van de bibliotheek. Hij zei dat hij zo geïsoleerd mogelijk van de anderen wil zitten. Oh, maar deze. Maverick zal ons de magie laten zien en zijn grote vriend Lahiri zal aan de rechterkant gaan zitten. Fulus wil naast Max zitten, omdat hij iets heeft gehoord over vreemd gaan. Weet jij er iets van? Oh mijn god. Oh my days. Nee, wacht, dit is denk ik een vertaalfoutje. Want over vreemd gaan, over cheaten. Oh, maar dat... cheaten. Het gaat natuurlijk over vals spelen, dus ze hebben het verkeerd vertaald. Ja, oké. Okay. Plaats het birdshine op de birdstairs en schrijf de naam van de topline speler. We hebben al aangegeven waar McDermott gaat zitten. Zodat je kunt zien... Oh mijn god, de schilderij hier. Wat cool. Zou moeten... Zodat je kunt zien hoe het eruit zou moeten zien. Dat is je eerste taak. Oké, dus wie weet waar wat zit? Lahiri en Fulus zijn de bedenkers van... Zij zullen bij elkaar zitten. Ja, maar waar is bij elkaar? Denk ja, dat hier... en we hebben al aangegeven waar McDermott... Oh, staat het op de achterkant, of niet? Ja, wacht. Naam. Oké, naam. Hier is McDermott. Oh, McDermott zit hier, oké. Oh, maar wacht, we hoeven er helemaal niet zo heel veel. Oké. Die, ja, dat is een goeie. McDermott. Die zit hier. Oké, ja. Fulus wil naast Max zitten. Maverick, Lahiri. Maar wie Lahiri, is McDermott? Die zit gewoon op één plek. Ja, maar wie is dat? Er kan maar één persoon zo geïsoleerd mogelijk zitten. Dat is denk ik aan de kopse kant, toch? Ja, maar dat zijn er 2. Maar wie is McDermott? Die staat niet bij de instructies. Jawel, op de laatste pagina. Nee, dat klopt. Die hebben ze al gewoon laten zitten ergens. Oh. Oké, dus we moeten uitzoeken waar iedereen zit. Dit kunnen we wel. Ja, dat kunnen we zeker. Ja, dan denk ik dat die Lahiri en... Nee, want Max en Worm... Nee, Max en Maverick moeten ook nog ergens zitten. Want ik denk dat het gaat zijn, gok ik. Lahiri en Fulus zijn bedenkers van het evenement. Ze willen bij elkaar zitten. Hier gaat denk ik zitten... Komt-ie? Lahiri? Ja, dat denk ik inderdaad ook. En dan moet Worm hier zitten. En Lahiri zou aan zijn rechterkant zitten. Daar Worm inderdaad. Dat betekent dat... Ja! Oké, Lahiri hier. Ja, plaats niet zijn maar. Oké, Lahiri hier. Lahiri. Ja, ik heb nu meer signs nodig. Ja, oké. Die heb ik hier. Fulus hier. Betekent dat Worm. Nee, die hebben we al gehad natuurlijk. Nee, dat hebben we hier. Hier zit
Fulus. Nee, Max zit hier, sorry. Nee, niet. Wacht, ik had hem in mijn hoofd. Nee, want Max en... Nee, want die Fulus wil naast Max zitten. Ja, en dat is Fulus zit toch hier? Dat betekent dat hier Max zit. Dan zitten ze naast elkaar. Oh, snap je? Ja, oké. Okay. Max en dan... Aan de andere kant houden we over, komt die, Maverick. En die wil dat Lahiri aan zijn rechterkant zit. En Lahiri hebben we als het goed is net hier geplaatst. Snap je? Ja, ik heb hem al geplaatst. Dus dat betekent dat dit zou moeten werken. Ja. Nou, dit is 100% de manier. Want opdracht 2 hebben we hier al. Opdracht 2, prima. Laten we die intussen uitvoeren. We weten zeker dat we dit goed hebben. Ja, dit is 100%, ja. Weet jij wie Maverick is? Dat is toch van Top Gun? Hij is een grote pokerster en we kunnen niet wachten om hem morgen hier te zien. We hebben zijn behang op de eerste verdieping. Kan je die banner aan de andere kant van het casino opnieuw maken? Oh, dat wordt verdieping. Nog wat. Ah, ik heb hem gezien. Robin, wacht. Ja? Kom eens, ik kom naar jou toe. Wat is dit? Kom, kijk hier eens naar als je deze in je handen hebt. Ja, en ik heb deze. Kijk, daar heb je de banner hier. Die moeten we namaken, zie je? Oh, jij hebt dat rechterhoofd. Ja, nee, ja, die heb ik nu in mijn handen inderdaad. Waar moet die? Ik heb die middelste. Ja, oh, aan de overkant. Wacht, kijk, we hebben al een beetje een plaatje, dus we kunnen gewoon gaan puzzelen. Dat is leuk. Oh, maar god, moeten we alles doen? Ja. Oh, er zit hier overal. Dit wordt nog wat. Dit wordt serieus nog wat. Ik denk dat deze hier moet. Ja. Dit is wel leuk. Oh, we hebben echt heel veel. We hebben echt heel veel. Oh, dit zijn er echt te veel. Dit zijn er echt te veel die we er hebben. Hey, ik heb een ruiter 5. Meis. Oh, dat is voor 3 waarschijnlijk ook nog. Ik heb hier een hand. Oh, hier zit het. Hier. Nee. Ik vind dit wel leuk. Dit is wel heel leuk gedaan. 43, 44, 45. Oh, maar deze is ook echt moeilijk.